onze hijslinten. Zoals je ziet, die worden één enkele keer gebruikt. Alle wanden zijn voorzien van allemaal nieuwe hijslinten, zodat we daar ook qua veiligheid heel sterk in zijn. En je ziet ook de schoren van ons staan, eigenlijk voor de buitenwanden nu momenteel te ondersteunen, tot de aansluitende wand komt en dat het geheel aan elkaar gemaakt kan worden. Wij bouwen hier een prefab hout skelet elementen. Dat wil zeggen dat wij qua tijd op één dag één woning kunnen plaatsen. We proberen ook met een kraanprotocol te werken, waardoor wij de toolboxen geven aan de kraanmensen, zodat ze perfect weten hoe ze mogen werken met een kraan. En de toolboxen die trekken wij door naar de dakwerkers en onze eigen montagemensen, zodat ze juist weten hoe te werken met de leeflijnen en de harnassen. Al die risico's zijn hier effectief aanwezig, maar die proberen we zo goed mogelijk op te vangen. Om te beginnen doen we dat door alle mensen waar we mee werken goede instructies te geven. Dus elke persoon die hier aan de slag is, die krijgt instructies over zijn werkpost en weet wat zijn taak is. We werken natuurlijk rond orde en netheid, omdat we zitten hier in een heel competitieve omgeving waar dat heel makkelijk slordig erbij begint te liggen. Dus we sturen heel hard op orde en veiligheid, zodat er geen struikelgevaar kan zijn. De grootste voorwaarde van ons naar hun toe is dat elke teamleader Engelstalig moet zijn en de verantwoordelijke van de firma ook altijd aanwezig moet zijn op de werf.